Ja, het Zorghotel is natuurlijk een oud pand. Het is uit 1939 met allemaal mooie details, slanke stalen kozijnen. Dus die uitstraling, nou, dat heb je al. Aan de binnenkant proberen we daar zoveel mogelijk op aan te sluiten. Door ook weer mooie slanke details te gebruiken. En redelijk neutrale kleuren. Op de begane grond komen 7 kamers. Een restaurant en de receptie en de lobby. Op de eerste verdieping komen 17 kamers. Bij elkaar 24 kamers. Er zijn er 7 van 2 persoons. En op de tweede verdieping, de zolderverdieping, daar komen alle revalidatieruimtes, kantoorruimtes voor het personeel. En een paar van leuke kamers zoals een bioscoopje voor 8 personen, een badruimte en een groot dakterras. In een zorghotel geven we zorg aan mensen die komen revalideren, dus mensen na een operatie, mensen die tijdelijk wat extra zorg nodig hebben. En dat doen we op een hotelmatige manier. Dus hoe kunnen we de zorg organiseren om de gast heen? Als doel hebben we ons gesteld om 4-sterrenniveau te halen. Dus alle faciliteiten van een 4-sterrenhotel die vind je terug in het hotel hier, in het zorghotel. Het is een restaurant, een krank café, waar mensen lekker kunnen eten, een kopje thee kunnen drinken, een taartje kunnen eten. Er is een schoonheidssalon waar mensen gebruik van zouden kunnen maken. Er is een heel mooi bad, een bubbelbad waar mensen in kunnen gaan. Er komt een mooie leeshoek. Dus net als in een hotel is er geen welzijnsprogramma of mensen worden niet vermaakt. Op de zolderverdieping komen de revalidatieruimtes. Er komt een ergotherapie, logotherapie en er komt fysio. Ze moeten eigenlijk weer fit en sterk naar huis kunnen en heel tevreden zijn. De mensen die we zoeken zijn mensen uit de zorg, maar wel echt met een klantvriendelijke instelling. Daar is een bepaalde hotelmatige kijk op de zorg is daarvoor nodig. Ik denk als je heel erg houdt van mensen vertroetelen en tuttelen, dat is niet iets wat je moet doen in een zorghotel. We zoeken vooral mensen die echt een stap naar voren kunnen maken, die net iets extra's kunnen doen voor de gast, hè? Die dat uit zichzelf kunnen bedenken. Dus die niet de dingen doen zoals ze het altijd hebben gedaan, maar gewoon denken van goh, wat is er nou echt nodig voor deze gast? Wat kan ik nou extra doen? Dat is eigenlijk heel belangrijk als je in het zorghotel wil komen werken.